ook dat, dan kan je naar school. Nee. Dan kan je Pip. Nee, zeg ze. Naar school, hè? Nee. Pip, komt hier al. Doei, beste naar school. Hoi, schat. Hoi, Pip. Goedemorgen. Heb je er zin in? Ja. Ja. Kiara kennen jullie natuurlijk wel van Pips vlogje, waar Kiara en Pip samen gingen shoppen, toch? Zeg je ja? Ja, ze maar te kijken van. We gaan haar nu ophalen. Ik ben heel benieuwd hoe ze het gedaan heeft. Zijn wakker worden. Schermetje. Hey. Hey. Yes. Wakker worden. Lekker in je nieuwe bed. Woe. Zeg maar hallo. Goedemorgen. Hi. Ik ben een beetje moe. Ja, niet een beetje hoor. Heel erg. Mijn ogen zelfs niet normaal. Nou, Pip, je kleren liggen klaar. Sam, ja? Heb jij heel toevallig Pip gezien? Nee. Pip is beneden. Hij is beneden. Wat zie ik hier boven je dan? Pip, kom. Je moet naar school voor deze keer. Kom. Pip, kom naar school. Pip, naar school. Dan kan je naar school. Nee. Dan kan je Pip. Nee, zeg ze. Je kan naar school, hè? Nee. Hé? Lukt het niet? Nee, ja. Hey. Kijk. Ja, camera. Dit is camera. Ja. Als ik kan ook toch niet vloggen? Oh. Poetsen, 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 poetsen. Tju. En hier, en hier. Hier. Ja, en de camera. Papa. Ben je klaar? Ja. Yes, 1, 2. Woe. Nou, papa is klaar met alle poetsen naar beneden? Ja. Yes. Hier. Alleen doe ik al. Doei. Ja. Dankjewel, schat. Wat ga je vandaag doen? School. Je gaat vandaag voor de eerste keer naar school toe. Ja. Yay. Ja. Heb je een beetje zin in, Pip, naar school? Ja. Ja? Weet je wat ik vraag aan jou? Nee, geen idee. Je hebt het heel koud, hè? Ah. Joehoe. Een boterham met... Aggeslag. Hey, we moeten dan snel gaan eten, want we moeten over een kwartiertje gaan. Ik ben Sam. Dat is Jesse, dat is Pip. En wij zijn de Bakkertjes. Pip zijn voor de eerste keer naar school. Ja, voor de allereerste keer. Jesse, hoe denk jij dat Pip het gaat doen? Nou, ik denk wel als ze veel gaat huilen. Maar ze wordt ook gewend aan. Dus ik denk dat ze het wel leuk gaat vinden. Kijk eens, hier is jouw mooie tasje. Is die voor jou? Mm. Vind je hem mooi? Kijk. Ja, wat zit hierin? Wat heeft mama gemaakt? Oh, hey. Oh, lekker appeltje. Doe maar in het tasje. Ja. Geet die erop bij. Yes. En dan dichtmaken. Helemaal goed. Yes. Pip, ben je klaar voor de school te gaan? Ja. Mag ik ook eens een keer? Hey. Hey, kieboe. Kieboe! 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 Pijn! Een beetje pijn, doet mama hier een beetje pijn? Ja! Of die mooi was, hij moet. Pijn lijden. Pijn lijden. Nee! Kan die op jouw rug doen, hè? Ja! Ja! Omdraaien! Een rondje draaien! Goed zo! Oh! Die had bijna als een keer hier vocht van beren.
Van de ja, die hadden we gekregen, hè? Ja. Super mooi is die. Pip, komt hier al. Doei, beste naar school. Kom, Pip, toch, hè? En dan gaat Pip voor het eerst op het schoolplein van haar nieuwe school. Jij, Pip, heb je er zin in? Ja! Jij, rennen dan! Woehoe! Kijk eens, waar zijn wij? Hoi, schat. Hoi, Pip. Goedemorgen. Heb je er zin in? Ja. Ja. En de rugzak? Zo, leg je de rugzak hierin, Pip? 1, 2. Zal ik nog even wennen. Goed zo. Wat doe je het al knap? Lekker dik vest aan, zie ik. Zo. Hopsa. Ga je binnen kijken? Yes. Ja. Zullen we de das ook even afdoen nog? Ja. Zullen we misschien zo wakker? Zo. Kunnen we nu in jouw jas? Ja. Nou, gaan we binnen kijken. Nou, loop maar. En weg. Pip, die zit natuurlijk bij de keukentje. Pip, je hebt thuis ook een hele grote keuken. Nee. Wil je ook op de keuken spelen? Doe je het eitje in de pan? Ja. 1, 2. Doe je hem hier op het vuur zetten? Zet hem er maar op. Ja. Jesse, jij vermaakt ook wel, schat. Eigenlijk wel. Ik vind het eigenlijk wel nog leuk voor vuur. Waar is deze daar neerzetten? Wat ben je er nou? Oh, Pip. Zo, gewoon loslaten. Ja. Ja. Oh, wow, Pip. Pip. Hoe vind je het hier? Ja. Vind je het leuk? Kijk, hier doen we ook altijd een picknicken. Dan doen we de keukenspulletjes hier inleggen. Ja, en dan doen we een kleedje hier opleggen. Dan ga je lekker picknicken met de andere kindjes. Oh, picknicken, Pip. Dat vind je vast wel leuk. Oké, want dit is, Evie, dit is helemaal het dagritme van de kinderen. Ja, we komen straks binnen. En dan gaan we met z'n allen gezellig in de kring. En dan vertellen we wat we gaan doen vandaag met deze kaartjes. En dan gaan we lekker spelen. En dan helpen ze uiteraard mee met opruimen. En dan hebben ze allemaal iets te eten meegenomen. En natuurlijk moeten we dan ook even naar de wc. Ja, en dan, als het niet regent, dan gaan we de jas aandoen en naar buiten. En anders gaan we naar de gymzaal. En we lezen altijd nog een boekje voor. En we zingen wat liedjes. En dan worden ze opgehaald. Wat denken jullie? Gaat Pip het een beetje goed doen? Zeggen jullie tegen Evie van, nou, die Pip, daar krijg je toch zwaar mee? Of denken jullie? Of zeggen jullie, nou, die Pip, dat is makkelijk. Ja, maar Pip... Ja, soms wel zwaar, maar soms ook niet. Nou, ik ben benieuwd. Ja, dan, Pip jongens. Is eigenlijk heel lief, alleen ze heeft af en toe een beetje haar keuren. Ja, nou, dat zijn we wel gewend, dus dat komt wel goed hoor. Nou, dan gaan we er vandoor, jongens. Dus Kiara! Ja, die zit ook bij jou in de klas. Kiara kennen jullie natuurlijk wel van Pips vlogje, waar Kiara en Pip samen gingen shoppen, toch? De beste wijze. Zeggen ja! Ja, ze maten kijken van mij. Nou, en dan gaan we Pipje uitzwaaien. Pip die denkt, wat gebeurt er nou? Nou, het is echt heerlijk weer buiten. Kijk eens, Pip die zit daar zo. In die klas, daar zit ze. We zijn heel benieuwd, waar is mijn vriendin? Die is daar zo, kijk, die zit daar ook te kijken. Ik ben heel benieuwd hoe ze gaat doen. We gaan nu naar huis en zo direct gaan we haar ophalen. En dan zullen we zien wat ze heeft gedaan daar zo. Oké, het is 11:45. Het is tijd om Pip op te gaan halen. Ik zal je zeggen, het is echt heel raar dat er gewoon echt helemaal geen... En kijk hier. Gewoon geen enkel kind in huis is. Normaal is er altijd wel minimaal één kind in huis. Meestal 2 of 3 of 4 of 5. En nu is er gewoon geen kind. We gaan haar nu ophalen. Ik ben heel benieuwd hoe ze het gedaan heeft. Dat gaan we van juffrouw Evie vast wel horen. Ik hoop dat ze het leuk heeft gehad. Ik moet wel zeggen, ik vind het wel heel vreemd dat Pip niet in mijn buurt is. Ik ben gewend dat Pip altijd wel op bij mij in de buurt is. Op bij haar mama. Lekker dichtbij houden. Dus het is wel heel eng om haar nou zo in één keer helemaal... weg te hebben. Pip is tot nu toe altijd bij ons gebleven, dus ik vind het weer heel spannend. Maar goed, we gaan Pip ophalen. Als je nog geen abonnee bent, abonneer vast en druk op het belletje om geen enkele video te missen. En laat zo direct de reactie hebben. Maar we gaan nu eerst even Pip halen. Hey, nou, we zijn er. Ik ben heel benieuwd. Ze is lekker aan het spelen. Hey Pip. Hi. Hey, hoe is het? Wat ben je allemaal aan het doen? Hi. Nou, ze is volop aan het spelen. Ja. Ze heeft het hartstikke leuk gehad. Vond ze het raar dat we weggingen of helemaal niet? Nee. Ze was meteen eigenlijk vrijwel aan het spelen. Dus, nou, lekker dan. Dus ja, je hebt ons niet eens gemist, Pip? Nee, hè? Nee, zo te zien niet. Nee. Ze heeft ze al een beetje gedaan. Heeft ze...
alles. Ze is nog zo aan het ontdekken en ze doet ja, eigenlijk wel een beetje van alles. En ze blijft goed zitten op de stoeltje. Dus ja, okay. Dat is wel knap hoor, want sommige kindjes die lopen dan wel eens zo weg. En dat is ja. Heel normaal eigenlijk. Maar nee, ze blijft goed zitten en ze zit graag naast Kiara. Hè, dus, Zit je naast je vriendin in de Kiara, Pip? Pip, had je... Ja. Wow, Pipje. Was je aan het vissen, heb je een olifant gevist. Wauw. Ben je klaar voor om naar huis te gaan? Ja. Nou, dit was de eerste keer Pip. Nee, Pip niet. En dit was de eerste keer Pip naar de schooltje toe. Als je nou nog geen abonnee bent, wat moeten ze dan doen, Sam? Abonneren. Op een beetje doen. Duimpje ook. Nou, het is weer gedaan met de rust, jongens. Kijk, daar komen ze weer aan met z'n allen.